Yo, what's up bros en kijkers en iedereen die deze video checkt, welkom bij een nieuwe Rage part, deel, hoe je het ook wil noemen. Dit is de plek waar we de vorige keer zijn gestopt, de plek die eruit zag als een soort van eindbaas battle, oftewel een boss fight, boss battle, hoe je het wil noemen. Hier hadden we nog wat ammo liggen van waarschijnlijk assault rifles, authority machine gun rounds, maar we hebben geen machine gun, dus dat is best wel jammer. Waarom die ammo hier ligt, betekent dus dat je wel al een machine gun kan kopen of kan krijgen, maar we het nog niet hebben. Dit is in ieder geval een grote locatie. Oh jee. Oké. En we gaan natuurlijk weer met de melee verder, want anders zou het zonde zijn van mijn ammo, dat was mis. Oh ja, kan het tegen? Oh, what the fuck. Ik moet eventjes dit selecteren en dan kan ik zo doen. Dus eventjes vergeten hoe het moest, druk het verkeerde knopje in. Maar dat ging nu wel goed. Zo, oké. Okay. Oh fuck, dat zijn er veel. Geef me een wingstick terug, jammer. Als je het dus goed doet, dan kan je je wingstick terugpakken uit zijn hoofd. En dat is best wel awesome. Dus stel je doet bijvoorbeeld zo, in zijn hoofd. Oh nee, hij ging kapot helaas. Geen goed voorbeeld. Oh shit, kijk ons gaan. Timing hoor. Oeh, de rechter in plaats van de linker. Fuck off, allemaal mutants. Veel te veel fucking mutants. Oké, laten we ook gaan naar de shotgun. Bam, bam, bam. Oh shit, triple kill. Mis. Oh, dat was wel raak. Bam, headshot. Oeh, ik kreeg hem nog terug ook. Dus misschien als je springt en een wingstick gooit. Oh, kom terug alsjeblieft, wingstick. Oh, hij is kapot, jammer. Oh shit, what the fuck? What the fuck gebeurt hier? Dat zijn heel veel motherfuckers. Oh ja, tuurlijk, raak je eigen enemy anders. Je eigen enemy, je eigen gastje. Laten we anders pop rocket selecteren. Dat doen we zo. Ja, fuck jou. Oh, recht tegen zijn hoofd aan. Oh jammer, dat was mis. Oh fuck. Oh, laat hem zijn eigen gastjes maar hitten anders. Dat is wel cool. Pop rocket! Bam! Ja, daar ga je dood van, hè? Oh fuck. Die gast is best wel sterk eigenlijk. Oh shit. Oh, hij is al... Oh man, gast is best wel sterk eigenlijk. Hij is gewoon dood. 360! Oh, what the fuck, kan er gewoon tegen. Fucking bitch. Nee, niet pop rocket. Ja, buckshot, hè. Daar, deze gun tript hem hoor, want ik had al lang mijn fucking knopje los. Zo. Hé, ze zijn dood. Laten we nu even de hoekjes en gaatjes checken. Klinkt heel fout. Maar hier kunnen we bijvoorbeeld dollars uithalen. Waarschijnlijk ligt er ook nog wel ergens ammo, omdat dit zo'n... Wat ik al verwachtte, eindbaas battle was. Als jullie trouwens een beetje ruis in de achtergrond horen, dan ligt het aan mijn mic. En ik kan er echt niets aan doen. Sorry jongens daarvoor, maar ik heb niet zoveel geld. Ik koop echt heel veel games. En stop superveel werk en tijd in mijn kanaal. En ook geld. En dat geld, dat raakt een keer op. Dus ik heb echt geen geld voor een mic. Dus ik hoop dat jullie dat een beetje snappen. En ik ben aan het sparen voor een nieuwe mic. Er komen ook weer nieuwe games uit die ik al gepre-ordered heb. Dus daar heb ik het ook druk mee. Maar echt jongens, die nieuwe mic komt nu nog niet. Soms jullie wat ruis, soms jullie wat gekraak. Maar ik kan er echt niks aan doen. Ik heb binnenkort een nieuwe mic. Dus laten we daar maar gewoon over ophouden. Jullie weten hoe het zit. Ik krijg er soms nog wel eens comments over. En dan word ik ook echt boos. Van ja jongens, het geld groeit niet op mijn rug.
ik kan er niks aan doen. Die mic, die komt er wel, ja? Jullie weten hoeveel tijd en geld ik in mijn kanaal stop. Hoeveel moeite ik in mijn video's stop. En hoe vet ik het vind dat er zoveel mensen mij volgen. En ik vind jullie helemaal geweldig, maar... Sommige bros beginnen maar steeds terug te komen over die fucking mic. Terwijl ik het echt al heel vaak uitleg in mijn video's. Dus alsjeblieft, luister nu. Jullie weten nu hoe het zit. Nou, gooi je kop. Thank you. Oké, veel gangen en locaties waar ik heen kan. Oh ja, wat hoor ik? Auw, ja, dat doet pijn, hè? Op de een of andere manier, als je hem goed gooit, dan krijg je hem ook weer terug naar een tijd. Bam! Oh fuck, mis. Ik breng mezelf nu in de nesten. Pak hem op, pak hem op. Nice. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Pak hem op. Nice, ik had hem weer terug. Oeh, cool. Wat ik het enige kutte vind aan de game, want ik vind echt alles vet aan de game. De artstyle is vet en dat ze ook een beetje hebben gezorgd dat de game er grafisch mooi uitziet. Maar tegelijkertijd een beetje cartoonachtig vind ik ook vet. Het enige kutte vind ik is dat je geen zaklamp hebt. Want de game is gewoon heel vaak donker. En dat je dan geen zaklamp hebt, dat is echt iets wat je mist. En dat vind ik ook echt raar dat ze daar niet aan hebben gedacht. Ze hebben letterlijk aan alles gedacht en aan de simpelste toevoeging als een fucking zaklampje zijn ze vergeten. Lijkt wel. Plant TNT, oké. Oh, ja, dan doe je een backflip. Oh nee, frontflip was dat natuurlijk. Frontflip, frontflip. Waar moet ik TNT planten? Oh, daar hebben we hem ook weer. Oh, je kan het tegen. Wat ben jij, een baas. Zo, nou is je kop eraf. Waar moet ik TNT planten? Oh, kijk. En nu? Waar is de fucking detonator dan? Oh, is die hier? Nee, dat is een suitcase met bierbottles. Jongens, ben ik dom? Ik zal even op select drukken. Wie weet heb ik bij de items heb ik iets bij me wat ik niet weet. De radio for calling truck in the wasteland. Nee. Keycard. Even kijken hoor. Ik moet verder kijken dan mijn conjo neus lang is. Oh shit, ik zei conjo. Even kijken. Ik weet niet waar ik een detonator heb. Volgens mij heb ik helemaal geen detonator bij me. Steel blade, wingstick, joepie. Joepie! Nee, ik heb geen detonator bij me. En als jullie op de achtergrond nog een ander geluid horen, dan is het mijn deur. Want er staat een raam open. En er staat tegen elkaar in, zeg maar, staat er een deur en een raam open. Dus dan klappert die deur steeds. Dat is best wel irritant. Dus als jullie dat horen, dan is het dat, jongens. Wat hebben we hier nog? Dollars. Nog meer dollars. Hé, hey, kijk, hier is de detonator. Hoe simpel kon het zijn? En klik. Oh, Jesus penis. Oh, fucking 2? Are you serious? Oh, hij is al dood. Ze zijn dus niet heel erg moeilijk, jongens. Oh, Muty Blues. Ja, tegen je hoofd aan. En dan denk je, oh, ja, tegen mijn hoofd. Ja, tegen je hoofd. Zeker tegen je hoofd. En hij is ook al dood. Kom op, jongens. Sterfvis van een... Oh, fuck. Ik gooi echt wingsticks naar de meest random plekken. Ching, in je hoofd. Ja, geef me de wingstick terug. Geef hem terug. Nice, ik geef hem terug. En dat was mis, bitch. En, oeh, nice. Oh, oh, one shot, one kill. One shot, one kill. One shot, one kill. Oeh, woe, woe. One shot, one kill. Oh, ik mis.
Oh, hij is een aap. Hij denkt dat hij een aap is. Wat cool. Wingsticks, back mee. Nice. Geef me mijn wingstick terug. Geef hem terug. Nice. Oeh, oeh, wat een actie. Ik lijk net een voetbalcommentator terwijl ik deze shit inspreek. Oh, geef me mijn wingstick terug. Nice, geef me mijn wingstick. Wow, rustig aan, bro. Wingstick, kom terug met pa. Er zijn er wel heel erg veel. Tjing! Wingstick, oh jammer, wingstick, kom niet terug. Oh, double kill, wat zijn het dan? Fucking veel! Oh, what the fuck, die gast kwam gewoon in beeld gesprongen en hij kreeg meteen kogels in zijn oor. Oh, nice. Tjing! Wow, 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 jongens, dit was chaos. Maar wel cool om te doen. Heel erg cool om te doen. Gewoon twee fucking gigantische mutants kaart geowned. Nice. Nou, laten we hier weggaan. Ik heb nog fucking veel bugshot over. En hoeveel wingsticks? 63, jezus. Nou, dan kan ik dus nog goede aankopen doen ook. De eerste volgende keer dat ik hier aankom. Oh, wacht eens even, kijk. Het is gewoon opengezet. Dus, laat ik even verder kijken dan mijn neus lang is. Wat heb je hier? Oh, dit kan niet open. Jammer. Jammer, een nutteloze locatie. Ik dacht, we hebben hier items ofzo, als je verder kijkt dan je neus lang is. Wat heb je hier? Ook niks bijzonders. Nou ja, dan gaan we maar terug, hè. Oh ja, we moesten hierheen, hè. Want hier had ik die Feltrite stukje gevonden in de vorige part. En hier was ook niks bijzonders, nope. Oké, laten we teruggaan en zeggen dat we het hebben gehaald tegen meneer Man. De fucking baas van Subway Town. Subway Town! Zo even kijken of misschien de deur kan dicht doen met mijn lange arm. Ja, dat kan zeker. Huppatee, ik weet niet of jullie het hoorden, maar ik heb nu de deur dicht gedaan met mijn lange arm. The Eastern Wastelands. Nou, als jullie de vorige part niet hebben gezien, check die dan eventjes. Anders weten jullie niet waarover ik spreek. Maar de vorige part waren we in Subway Town aangekomen. Dat is de eerste grote stad van Eastern Wasteland. En Eastern Wasteland is het tweede deel van Rage. Want eerst waren we in de normale Wastelands. Maar goed, dat terzijde. We zijn dus nu hier aangekomen. We hebben Subway Town gevonden. En elke stad die heeft een mayor. En net zoals Wellspring Mayor Clayton had. Dat was dus de burgemeester van Wellspring. Heeft deze stad een andere gast. Ik weet niet meer precies uit mijn hoofd hoe die heet. Volgens mij Redstone. Of niet. Ik heb geen flauw idee. Maar goed, die bro. Die wilde dat wij dit voor hem deden. Want zo kon hij testen of wij wel eigenlijk een geschikt persoon waren om hem hulp te bieden. Dus dat waren we dan nu aan het doen. En dit was de missie die ik van hem heb gekregen. Dus ik hoop dat jullie snappen wat ik allemaal aan het doen ben. Enter Subway Town. Dit doen wij. En ik ben benieuwd wat voor missies hij ons gaat geven. Want deze vond ik al best groot. En dit was alleen een soort van test. En dit vond ik toch best wel een hele grote missie. Kijk, zoals jullie zien, die gast met die tattoo op zijn hoofd. Ik weet niet waarom hij eruit ziet als een pooier in combinatie met een Maori van Australië. Maar, oh nee, Nieuw-Zeeland is dat, hè? Maori. Ja, Maori is Nieuw-Zeeland. En de Maori doen altijd van die super dansen om indruk te maken op hun tegenstander. Daar staan ze bekend om. Jullie zullen nu wel denken van, Denzel, waar de fuck heb je het over? Nou, dat heb ik geleerd op school, ja. Hoe cool. Je kan ook een ticket trekken. Een ticket trekken. Mm-hmm. You look like a man who can handle his gun. Welke gun? If you're looking to earn a little extra, see Dietrich upstairs. What the fuck? Je zegt, who can handle this gun? En ze hebben gewoon geen gun bij zich. HF guy. Oeh. Hallo. Hey, you looking for work? Hey, Vincent. Redstone gave you a job. Stop wasting time. Ik heb het al gedaan. En hij deed toch Redstone, dus ik had gelijk. Laten we even naar hem luisteren. What are you doing? Get your butt down to see Jones. He's waiting for you, dammit. Then come back when you've taken care of his problems. What are you doing? Get your butt down to see Jones. He's waiting for you, dammit. Then come back when you've taken care of his problems. The fuck? Waarom? Moet ik eerst terug naar... Oh, wacht. Misschien heeft hij mijn hulp nodig en is daarna pas de missie voltooid? Volgens mij heb ik het toch gedaan, jongens. Hallo, ik heb het gedaan hoor, voor je. Not bad. You made the cave mutie free, and you're still alive.
Guess Redstone picked the right guy for the job. I'll tell him what you've done. Yeah, nou moet ik terug naar Redstone, dus ik was een beetje te snel. Ik liep te hard van stapel. Hey, tough guy. You did a decent job. But banging up mutants ain't hard. But I know just the thing that would secure your place around here. Okay, so this is my town. But I still have to deal with the gearheads. They're not much more than a pack of wasteland bandits, but turns out they control all the electricity around here, and the price keeps going up. Get the picture? So I want to end their stranglehold on my town. Now, word on the street says they've combined Feltrite with plutonium. If they've done that, and we can get our hands on it, that would solve our power problems for a long time. Here's where you come in. They got that stuff all locked up and guarded in an old vault somewhere in the bank above us. So I'm gonna need you to bust into that bank, get that vault open, and get me that Feltrite. You understand what I need? That's nothing. Here's what you do. You can get to a passageway into the bank if you go through the old subway offices just around the back. Here, take this key. It'll get you into the old management office. Then just go straight on through and up. Oké, wat we eerst gaan doen voordat we deze missie gaan doen is ammo kopen. En ik had een winkeltje gezien. Dit is de Fast Bar, daar moet ik niet heen. Hierboven? Of hier? Nee, niet hier. Nee, niet hier. Ergens hier is een winkel waar ik ammo kan kopen. Kopen. Ja, dat dacht ik al. Er stijgt achtergrond een laptop op. Dit is de gast die we ook de vorige part hebben gezien. Maar die heb ik er een beetje uitgeknipt, want ik liep te lang rond in Subway Town. Wat ben jij aan het doen? Oh shit. Ah, at last. The stranger I heard about. Been waiting for you to come and see me, so welcome. Hallo. You see, I've encountered some challenges at my chemical plant, and the word on the street is that you are someone who can get things done. The job itself couldn't be easier. My distillery practically runs itself. All you will have to do is find my empty chemical bottles and just put them into the main distillery. Then all you do is wait for them to fill. Couldn't be easier, eh? But you see, as I said, there is a challenge. As soon as you turn on the distillery, mutants are going to hear this. And when they come, well, you need to keep yourself alive long enough to get my bottles full. Think someone with your special abilities is up to this? Ik vind hem er echt vet uitzien. Ah, en we nemen trouwens gewoon alles aan, maar we gaan het niet doen. We doen alleen de hoofdlijn. We doen later wel die shit van dit soort gastjes. Maar ik zoek nu naar ammo. Oh, nou ben ik weer terug bij af. Ammo. Ammo moet denk ik wel beneden zijn. Oh, wacht even. Kijk, hier is het. Hallo. Name's Jenny. I buy, I sell, I try to make a little money. Helps me keep my head above water. I got your basic and primo supplies. You need it, I got it. Cream and pie if supplies, I don't got it, what? You probably don't need it. So, what you looking for? Yeah, for ammo. Even kijken. We willen sowieso meer wingsticks erbij. Erbij. Hoeveel kan ik er kopen eigenlijk? Ik krijg er nu. Zo, weer genoeg wingsticks. Ammo. Voor mijn strike crossbow, nee dat willen we niet. We willen voor mijn sniper rifle willen we nog wat ammo. Zo, zodat ik bij de 100 zit voor de combat shotgun. Zo, dan zit ik nu weer op 200. Dan hebben we nog submachine gun rounds. Ik kan misschien gewoon nog wat van deze kopen. Zo, nou lijkt het toch pittig goed bijgevuld, toch? Jo. En wat van deze. Always a pleasure, my friend. Inderdaad, always a pleasure. Nou kunnen we weer met een gerust hart richting de missie die we moeten doen.
En we moeten nu dus, waar ik de vorige part echt aan het glitchen was, we moeten gewoon naar buiten om de missie kunnen doen. En ik zocht de vorige keer mijn missie zocht ik hier. En dat is niet de weg. Dat is niet de plek. Oh, ik ren omhoog. Is dat de plek? Nee, dat is niet de plek. We moeten eventjes goed kijken hoor. Oh, kijk, hier is het. Bij de garage. Ja, het Subway Town is een beetje verwarrend. Dus ga je naar buiten, pak je auto en dan kan je vervolgens je missie doen. Dus we gaan weg, we gaan richting de Wastelands. We krijgen weer een lang laadscherm en dan doen we eindelijk de missie die Redstone ons gegeven heeft. Dus we doen nu missies voor de nieuwe mayor, Mayor Redstone. En de vorige keer deden we het voor Mayor Clayton van Wellspring. Maar deze, dit stuk werelddeel ziet er echt een stuk vetter uit. Een stukje wettig. Maar eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, het is een hele vette game. Maar het is een beetje groot, want het is natuurlijk een RPG. En tenminste, een shooter met RPG elementen. En de wereld is gigantisch en zo. Maar het liefst hoop ik dat die serie niet zo heel erg lang duurt. Want ik heb ook nog een andere RPG, zoals Skyrim bijvoorbeeld. En ik vind één RPG wel genoeg. En wat moet ik doen? Even kijken hoor. Ik heb een auto pakken. What the fuck? Huh? Oh, wacht. Ik moet hier niet heen. Ik ga te vroeg. Ik ging te vroeg naar rechts volgens mij. Is hier een weg omhoog misschien? Ja, kijk. Nou snap ik het. Daarom moet ik hier uitstappen. Maar ik vind één RPG dus eigenlijk wel genoeg. En ik heb nog genoeg andere series lopen. Dus hopelijk is de serie zo snel mogelijk afgelopen. Niet dat ik niet een vette game vind ofzo. Want dit is juist heel erg vet. Maar ik ben een beetje serieus aan het afronden. Want ik heb ook nog Resistance zoals jullie weten. En die moet ook nog volledig geüpload worden. Ik vind het wel heel erg vet eigenlijk. Waar die gast het dus over had, die Redstone, is dat ze hier Feltrite combineren met Platonium ofzo. Nou oké, klinkt heel erg natuurkundig, maar ik ben benieuwd wat de fuck ze dan aan het doen zijn. En dit is nou weer jammer. Kom je uit zo'n mooie grot en dan is dit het resultaat waar je uitkomt. Fucking gore fabriek. En dit ziet er ook wel echt uit als een grote locatie, jongens. Laten we er maar gewoon heel snel doorheen rennen. Ik ben benieuwd hoe dit stukje map heet. Even kijken, we zijn aangekomen in Zwart Scherm. De Abandoned Distillery. Oh, wacht eens even. Volgens mij doen we nu niet de hoofdlijn. Dit zou een beetje zonde zijn als... Deze ga ik niet doen. Dus we kunnen hier weer weg. Als ik nu naar mijn missiebord kijk... Kijk, omdat ik nu dus als laatst heb gepraat met die gast... Head to the manager's office. Gaining influence. Kijk, dit moet ik doen. Infiltrate the gearhead vault. En niet... wat is trouwens met een uitroepteken? Dat weet ik ook niet. Locate the stolen booze. Gearhead vault. Laten we dit selecteren. Ja, kijk, Platonium of Plutonium en Feltrite. Dat is dus waar ik het net over had. We kunnen hier weer weg. Hatsé, lekker slik. Yo, welkom terug gasten. Na het gekut van net door het verkeerde missie aan te klikken, zijn we terug in Subway Town. En ik heb de plek gevonden waar ik heen moet. En dat is deze deur. We moesten dus helemaal naar de bovenste verdieping, naar de management office van Subway Town. Om daar iets te doen en een vault in te gaan waar ze iets aan het doen zijn met Feltrite en Plutonium. En dat is dus dit pad. Dus... Welkom terug en we hebben nu wel het goede spoor en een goede missie geselecteerd. Kijk maar, Enter the Gearhead Vault. Niet heel erg duidelijk, want ik heb mijn rot moeten zoeken naar deze deur. Vandaar dat ik eventjes in het bestand heb geknipt en ik nu in deze deur ben. In deze deur, juist. Kijk, de gear... Oh shit, als we hier tegen moeten vechten, dan ben ik echt niet blij. Wow. Ja, echt wow. Dit is een fucking transformer, man. En ook die bout op zijn rug. Bout, lol, tang ding. Dat is gigantisch. Maar goed, welkom terug. Locate the Plutonium Feltrite in the Old Bank Vault. Nou ja, daar zijn we nu. We hebben mijn wingsticks geselecteerd. Oh jeetje. Ik kom meteen stemmen van bandits.
items hier, olie liters, juist. Dit is in ieder geval, als ik hier tegen aanloop, dan word ik volgens mij en gehit en ze weten dat ik er ben. What the fuck, reminds me of Chernobyl. Leuke teksten, want hoe de fuck weet hij hoe Chernobyl eruit ziet? Ik heb de goede bullet geselect. Oh fuck, hij loopt daarachter. Laat ik dan. Hier ook al een gas tank. I wish I was back in Mother Russia. Oh, hij is dus Russisch. I wish I was back in Mother Russia. Chernobyl, bla 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 bla. Jammer. The fuck? Hoe de fuck weet ik wat ik ben? Zo, jij bent dood. What the fuck is dat? Het is Suka? Wat de fuck zei hij nou weer? Nou ja, ik ben in ieder geval dood door een granaat. Lekker handig gaat het alweer. Maar deze gasten hebben echt goede technologic. Hey, we hebben hier een lock grind. Dat heb ik helemaal overgeslagen. Grindable lock. Je moet even lock grind het openen. Dus door je kan build hem in de engineer. Ach, dat meen je niet. En ik kan het niet kopen. Oh, een EMP grenade. Ik dacht al. Maken ook. Ik zeg het helemaal fout. We maken eventjes één lock grinder voor deze deur. En altijd zitten in dit soort plekken. Ja, juist. Een paint can. Daar had ik veel aan. Daar zitten altijd handige items waar je iets aan hebt. En dit keer heb ik er geen moer aan. Godverdomme. Wat had deze gast toch? Hij zegt let's all be French ofzo. Hij zegt allemaal rare dingen deze boer, joh. En hij blijft maar granaten kopen, gooien. Het is echt niet fijn om tegen dit soort mensen te vechten. Hij is een keertje dood. Oh, dat ging soepel. Die is dood. Ik ben er dus nu achter gekomen dat het. Oh, die is ook dood. Nice headshot. Ik ben er nu achter gekomen dat het. Goed zo, die items zijn opgepakt. Dat het bommen zijn. Het zijn dus niet dingen waaraan ik mezelf kan verraden ofzo. Maar, wow, what the fuck is die spin aan het doen? Maar het zijn bommen. Dus dat is helemaal niet fijn. Wat ik trouwens wel frappant vind, is dat hun gewoon kunnen terugschieten als X in hun hoofd hit. Het lijkt me niet echt handig schieten als iemand op jouw hoofd schiet en jij kan gewoon doorschieten. Kijk, zoals jullie merken ook aan mijn schietgedrag, schiet ik allemaal heel rustig en zo zuinig mogelijk. Want die ammo hierin is veel te duur. Echt. Oh jezus, met z'n drieën. Zo, die is dood. Sterf. Godsamme, die gasten gaan echt voor een meter dood. Zoals jullie zagen, pompte ik even 100 machine gun rounds in zijn oor. En hij kan er gewoon tegen. Die is ook kapot. Nou, laten we nu eventjes al die items. Oh, ik hoor nog meer roepen. Oh, wie roepen er allemaal? Nou, ik ben in ieder geval achtergekomen dat Wingsticks een stukje
beter werken tegen die gasten. Kijk, en dan heb ik zelfs nog mijn wingstick terug. Dus wingsticks, jongens. Ik heb al een keer een tip gekregen. Zonder wingsticks ben je niks in deze game. Klopt helemaal. Echt, klopt helemaal. Want deze gasten gaan dus dood door één wingstick. Maar je ziet hoeveel kogels ik nodig heb. Dus het zou zonde zijn van mijn kogels om daarmee door te blijven gaan. Dus we selecteren maar eventjes mijn shotgun aangezien die het sterkst is van dichtbij. Wingsticks altijd als second ding, zeg maar. En ja, laten we doorgaan. Voordat we doorgaan... Oh shit. Dat is echt een badass gast. Ik wil net zeggen, voordat we doorgaan, opslaan. Want als ik hier dood ga... Oh, dat neem ik mezelf nooit kwalijk. Nooit kwalijk? Dat geef ik mezelf nooit, bedoel ik. Dat geef ik mezelf nooit. Kwalijk, hè? Nee, ik zeg nu hele rare dingen. Ik ga hem even opslaan. Dus overwrite de Blue Line Station save data, want dat is echt oud. Dus daar gaan we gewoon overheen, zodat als we... Kijk maar, dat is gewoon het begin van mijn part. Als ik daar nu terugspawn, ga ik echt huilen. Geen zin in. Oké, de save is gemaakt en we kunnen weer met een gerust hart verder gaan. We selecteren de buckshot, is wel gewoon cool van dichtbij. Wow, die gast is echt... Wow. Oh, dood! Oh, nice. Wat heeft hij bij hem? $7. Wow, dat was veel. Niet eens meerdere items, nee alleen dollars. Joepie, fijn. Dit was echt eventjes een super eindbaas met een machine gun en dan is hij zo snel dood. Nice. Oh, ga omhoog. Goed zo. Wat hebben we hier allemaal? Olie. Niks meer. Nee. Wat hebben we hier? Buckshot. Nice. Zouden we daarheen kunnen springen? Denk het niet. Nee. Oh. Ga ik bijna... suicidaal naar beneden. Mooie locatie dit met die boom. Waar intruder? Oh shit, wat ben jij nou? Ja, dat is een headshot. En ik heb gewoon mijn wingsticks weer opgepakt. Zo cool, als je hem recht in zijn hoofd knalt. Hey, what the fuck? Look out for wingstick! Dat klopt, look out for wingstick. Waarom zijn deze gasten rushy? Wow, veel items hier en het ziet er best wel uit als een coole locatie dit. Wat kan ik hier doen? Zou ik misschien... Dit is echt oude stijl. Ook wel cool. Bier. Lekker veel aan. En hier heb ik ook echt geen moer aan. Wat is dit voor locatie? Wat heb ik hier aan? Oh, in ieder geval machine gun rounds. Ik weet niet waarom dat op een bar ligt, maar goed. En de defibrillator is ook weer geüpgrade. Wat is het? De defibrillator of zo? Zo noem je het toch? Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Het is een moeilijk woord in het Engels, echt. Tenminste, een ingewikkeld woord om uit te spreken. Want als Nederlander vergeet je gewoon letters in het woord. Dus je moet het echt even goed leren om dat goed uit te spreken. De defibrillator is het volgens mij. Want ik hoorde het laatst ook een gast op het nieuws zeggen. Hier kunnen we niet heen. Hier kan er ook niet doorheen. Oh, wacht, hier is gewoon een open poort. Lol, beetje dom. Veel te veel bier. En, wat zijn dit? Small battery pack. Wat heb ik daar nou weer aan? Geen idee. Laten we dus maar wel de ladder op gaan. Ik kan geen andere weg op. En dat dacht ik wel even. Wow, echt verschillende kanten kan ik. Wat is dit? Een radio. Yeah, had het al willen hebben. Want ik weet nog steeds niet wat je aan al die items hebt in Rage. Iemand die ook Rage speelt, zou dat eventjes kunnen vertellen misschien aan mij? Wow, wow, wat ben jij aan het doen? Motherfucker. De gast was eventjes heel boos met een brandende knuppel. Ik heb eigenlijk een wingstick naar zijn hartstikke moeten gooien. Kan deze deur open? Nee, helaas. Zou dit werken van deze afstand? Wingstick! Nee, nou komt een wingstick terug als een huisdier. Oh, hij is kapot. Fuck. Bam. Oh shit, meerdere kanten. Auw. Ja, dat doet pijn, hè, je been.
Let's get out of here. Ching. Oh. Dat is echt cool, dat gevlucht voor die wingsticks. Kijk naar hoeveel bier hier op de grond ligt. Wat heb je daar? Hallo? Waar zijn we heen gerend? De bitches zijn gone. Ik vind het een leuk, heel leuk plekje om hier te stoppen. Dus thanks voor het kijken naar part 18. En we gaan hier in part 19 verder. En dan eindigen we, als het goed is, ook deze missie. Maar goed, thanks voor het kijken naar part 18. Like de video eventjes als jullie het cool vonden. Vergeet niet te abonneren als jullie nieuw zijn. En check mijn nieuwste video's ook even op mijn kanaal. En check mijn Facebookpagina om up-to-date te blijven. Dus thanks voor het kijken iedereen. En later. Out of a few blocks below, a neighborhood not left for good. Last promise of